Beste volgers en vrienden, welkom terug bij een gloednieuwe video. En vandaag, zoals jullie zien aan de titel, zijn we eindelijk wel een keertje weer terug met een gloednieuwe treinspot vlog. Het is lang geleden dat we dat alweer gedaan hebben. En zoals jullie zien, aan het weer, het is, wat we eerst natuurlijk hadden, het was echt winter. Maar nu is het lente. En het is best wel warm nu op dit moment, dus ik dacht van, hey, laten we weer een keer een treinspot vlog gaan maken. En ja, jullie zien het niet, maar zelf heb ik gewoon mijn korte broek aan en mijn korte mouwen aan. Dus het is even ietsjes warmer, dus wie weet dat ik misschien nog wat meer treinspot video ga maken. Maar voor nu gaan we gewoon lekker treinspot video's maken. Oh ja, jullie kunnen in deze treinspotters vlog, kunnen jullie twee vernieuwde treinen zien. En het heeft... En ik weet niet of jullie dat op het nieuws hebben gezien, of in ieder geval op NS Weekly, dat er twee nieuwe treinen zijn. Namelijk de vernieuwde voorkant van de SNG. Die zullen jullie misschien vandaag in deze vlog kunnen zien. En een vernieuwde Firm 2/3. Die komt vandaag voorbij in een nieuwe kleurstelling. Dus dat kunnen jullie deze vlog voorbij zien komen. Heb ik een beoordeling over de SNG? Ja, ik vind de kleur voorkant lelijk. Dus dat is het eigenlijk een beetje. Dat is mijn beoordeling. Maar goed, voor nu gaan we gewoon... kijken wat voor mooie treinen er vandaag weer aankomen. Dus ik ga ze weer proberen zo mooi mogelijk op beeld te krijgen. Voor nu komt gewoon de oude, vertrouwde, normale Firm aangereden. Dus ik zou zeggen, geniet van de video. Nou, de Firm is geweest. Jullie merken ook wel heel veel aan dat er de Firm echt heel veel keer is vernieuwd. Ik zal eens even een beeld zetten waar ze nou allemaal zijn vernieuwd. De normale Firm die we allemaal wel kennen, die is nu voorbij. Maar ik zal jullie misschien na de video even laten zien welke liveries, om het maar even zo te noemen, de Firm allemaal gehad heeft. En zeg maar in al die jaren. Dat zal ik even hier in beeld zetten. Welke liveries ze gehad hebben. En anders moet je dan even opzoeken hoeveel keer de Firm in een andere kleurenstelling is veranderd. Maar goed, voor nu gaan we... de Firm is geweest. Dus we gaan door naar de volgende trein. Ik ga ook niet de hele tijd alles lopen uitleggen. Jullie gaan het gewoon vanzelf zien in deze video. Ik bedoel, het is een beetje stom natuurlijk om mij de hele tijd te horen naar een uitleg. Terwijl we ook gewoon zelf kunnen kijken. Dus ik zie jullie straks bij de volgende trein. Nou jongens, zoals jullie zien, spoorbomen gaan alweer dicht. Dus het wordt even afwachten welke trein er nu komt. Ik gok dat er een... Ja, en er komt een SNG aan gereden. Dit keer wel met de normale voorkant. Het is gewoon met de originele voorkant die eerst geleverd werd. Dus wie weet kunnen we misschien deze video nog de voorkant van de SNG bekijken met de gele voorkant. Wie weet in deze video. Maar in ieder geval, de eerste SNG is geweest, dus we gaan naar de volgende. Nou jongens, zoals jullie zien daar in de verte komt er een SNG. En dit keer is het de nieuwe SNG, dus met de gele voorkant dit keer. En laat me eventjes in de reactie jullie mening achter. Wat vinden jullie mooier? De SNG met de gele voorkant of met de blauwe voorkant? Laat me het eventjes weten in de comments. Nou, de eerste toeter hebben we ook weer in de pocket. Dus dat is top. We gaan ook gewoon weer kijken hoeveel toeters we weer kunnen halen. Hè, het originele spelletje. Dus in ieder geval, de gele SNG, als ik het maar even zo kan noemen, is voorbij. Maar ik bedenk me ook nu pas dat ik nog wat leuks en speciaals te vertellen heb. Sowieso, als jullie weten wie Capview Holland is op zijn kanaal. We hebben wel eens twee keer van zijn video's hebben we wel eens een keer nagebootst op Roblox.
Ja, ik heb die video's helaas weer verwijderd. Maar jullie weten, Kevin Holland, bekende treinmachinist natuurlijk, die elke keer zijn rit filmt. Zo, mocht je zijn kanaal niet kennen, ga naar zijn kanaal toe. En het leukste is, we hebben hem gespot. Ik zal aan het eind van de video, zal ik even proberen de... het clipje van Kevin Holland eventjes in beeld te zetten. En dan kun je hem eventjes bekijken. Het komt ook op YouTube van Kevin Holland zelf. Dus mocht je mij met de camera willen zien. Maar gelukkig kun je me niet zo goed zien omdat ik mijn camera voor mijn ogen heb. Of in ieder geval voor mijn gezicht. En hij komt natuurlijk met een behoorlijke snelheid langs. Dus mocht je me een keer willen zien op Kevin Hollandse film, 2 juli publiceert hij de video. Maar goed, we gaan door naar de volgende trein, want ik praat alweer te lang. Dus aan het eind van de video zal ik het filmpje, even de clip aan het eind van de video laten. Nou jongens, zoals jullie zien komt daar de firm aangereden. Goed, firm staat er weer op en dan door naar de firm. Nou jongens, zoals jullie zien komt daar de firm aangereden. Dit keer is het de vernieuwde firm, zie ik. Kunnen jullie ook gelijk herkennen aan de nieuwe kleurenstelling. Hey, eerlijk gezegd, voordat deze firm in dienst werd gezet, nadat ze hem helemaal hebben gemoderniseerd. Ik vind hem er nog niet echt zo slecht uitzien, eerlijk gezegd. Dus laat me even jullie comments achter wat jullie van deze firm vinden. In ieder geval, we gaan door naar de volgende trein. Nou jongens, zoals jullie zien, de SNG komt eraan. Er komt ook nog een SNG vanaf de andere kant. Kijk eens wie mooi is weer met elkaar matchen. Goed, 2 SNG zijn voorbij. Dus op naar de volgende trein. Nou jongens, zoals jullie zien komt daar een firm aangereden. Ja, wat jullie op de achtergrond horen is een tractor. Dus... misschien kunnen, ik ga het proberen deze laten toeteren. Jammer, jammer, lukt niet. Nou ja, ik heb het geprobeerd, helaas, maar de firm toetert helaas niet. Maar ja, wie weet bij de volgende nog. We gaan denk ik nog 2 treinen filmen, want we zitten al op 8 minuten 33. En ik kan maar filmen tot 15 minuten, dus we moeten even kijken... hoe lang we nog kunnen filmen. Dus ik zie jullie bij de volgende trein. Nou jongens, zoals jullie zien komt daar een firm aangereden. Alleen die rijdt nog wel best sloom. En dat komt omdat daar in de verte een sein op rood staat. Hij stopt wat bijna joh. Oh, dat is een firm M zie ik. Nou, dat was dus de firm, want zoals jullie daar zien in de verte, rijdt die firm ergens naar een rood sein toe. Dus ik denk dat daar een trein voor het station staat. Dus we gaan even afwachten en dan gaan we door naar de volgende. Nou jongens, zoals jullie zien komt daar in de verte een SNG aangereden. Ik besluit trouwens dat dit de ene laatste trein is. Dus mocht de volgende trein er aankomen, is dat ook echt daadwerkelijk de laatste trein. De reden waarom is...
Het is een beetje warm om steeds hier te blijven staan. Dus, want de zon is nogal best heet. Dus vandaar. Nou, dat was dus de SNG. We gaan op naar de volgende trein en dat is dus ook de laatste trein. En dan publiceer ik ook het filmpje van Cap View Holland. Of in ieder geval de clip dat ik Cap View Holland heb gefilmd. Dus ja, we gaan op naar de volgende trein eigenlijk. Nou jongens, zoals jullie zien komt daar de SNG aangereden. En ik heb, ja, wat ik dus al zei, hè, dit is de laatste trein voor vandaag. Dus enjoy! Goed, nou, dat was dus de SNG. We hebben alsnog wel de laatste toeter, dus dat is knap. Ja, ik wil jullie bij deze bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Doe duimpje omhoog. En zoals beloofd, hier is de clip van toen ik Cap View Holland spotte. Dus ik heb er vast de outro gedaan. Dus ik zou zeggen, geniet nog eventjes heel kort van de clip dat ik Cap View Holland heb gefilmd. En dan, ja, 2 juli publiceert hij de video waarin ik, Cap View Holland mij heb gespot en ik hem. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier naar deze clip van Cap View Holland. En ja, sowieso vergeet niet te abonneren, want we hebben bijna de 200 abonnees, of de 400 abonnees. En laat me dan ook weten wat we ermee moeten gaan doen. Dus voor nu, veel kijkplezier naar de clip van Cap View Holland.